daar ben ik dan eindelijk zelf bij 20 met de aankondiging van dat we 2000 subs hebben gehaald. Ten eerste wil ik jullie zo enorm bedanken. Ik had nooit verwacht dat dit mogelijk zou zijn. Ik zit nu inderdaad 7 jaar op YouTube, maar die 7 jaar dat is niet echt alleen Let's Play geweest. Let's Play doe ik nu een jaar of 5 geloof ik. En ik had nooit verwacht dat ik echt op 2000 subs zou komen. 2000 mensen die het leuk vinden om gewoon thuis te komen van hun werk of van school en dan op internet zeg maar een video van mij te gaan kijken en dan ook echt er veel plezier in hebben. Dat had ik echt nooit verwacht en ik wil jullie daar zo enorm voor bedanken natuurlijk. Ik zelf had het echt nooit verwacht dat ik op de 2000 subs zou komen. Ik heb heel veel moeilijke tijden gehad in die 5 jaar dat ik op YouTube zit. Ik heb heel veel leuke momenten gehad en elke keer de reacties lezen en de positiviteit die ik van jullie krijg, die gaven mij de motivatie om ook gewoon door te gaan met de leuke video's te maken en noem maar op. En dat is echt gigantisch gegroeid sinds ik eigenlijk over ben gegaan naar Nederlandse Let's Play. Voor de nieuwkomers, heb ik vroeger altijd Engelse Let's Play gedaan, maar genoeg geleuter. Hoe zit het dan met de special? Ga je hier alleen maar lopen leuteren? Nou, ik kan niet vaak genoeg zeggen hoeveel ik jullie wel niet wil bedanken, dat ten eerste. Voor de mensen die graag naar een special video willen gaan, nou, er zijn genoeg specials geweest. Er is een hele afspeellijst geweest, dus ik wist niet precies wat voor special dat ik moest gaan doen. Want we hebben de 1000 video special tot ik Pokémon ging doen met ik weet niet hoeveel editen. Waar ik Alec ben tegengekomen. Mijn animator die heeft me daar toen die tijd heel erg mee geholpen. Ik heb 7 jaar op YouTube heb ik al special dat ik een interview met Paul van Gorinchem heb gehad. Op het moment dat ik erover praat kunnen jullie achter me klikken en dan komen jullie automatisch op video's terecht. Maar ik wist niet precies of ik nou een special moest gaan doen of een video of iets. Nou, sowieso jullie te bedanken. En nou heb ik inderdaad een... jullie hebben heel vaak gevraagd of ik een keertje een funny moment videootje zou willen maken. En nou, bij deze... ik weet niet of jullie hem al gezien hebben, want hij is op dit moment al geüpload. Maar als jullie dus zeg maar nu achter mij klikken of op dat ding wat zeg maar om me heen zit. Er zit zo'n witte rand om me heen. Als je daar nou op klikt, dan ga je automatisch naar een funny moment video. Het is er eentje. Er komen er meer. Maar die duren zo lang om te bewerken. Ik heb hier zeker 40 uur aan het werk in zitten. Dus ze komen meer. Ik wil er wel een paar nog meer gaan maken. Maar dat moet sowieso wachten. Verder wil ik ook echt... ik hoop dat ik jullie aan nog heel eventjes heb. Ik wil zeker ook heel eventjes het team waar ik mee werk. Want ik doe dit niet alleen. Ik heb een geweldig team waar ik mee mag samenwerken. Ik heb natuurlijk... Alex die helpt met animaties maken, of die heeft heel veel animaties al gemaakt. In de toekomst weet ik niet of hij daar nog de tijd voor kan vinden, want die heeft de laatste tijd ook heel erg druk, wat begrijpelijk is. Dutch Gaming Nation, altijd leuk meedoen met Minecraft, noem maar op. En ja, ik werk heel erg veel samen met de Towler. Ik weet niet of jullie hem kennen, maar ik wil de jongen ook helpen met... meer subs te krijgen. Hij heeft er nou, ik geloof 640 of zoiets, iets in die trend. Maar ik wil hem ook over die 1000 heen helpen, want hij stopt zoveel effort in, ja, zoveel moeite in de video's. En ook elke keer komt hij weer aan met een leuke aflevering. Dus heb je nog niet op de Towler, je kunt nu klikken, dan kom je op zijn kanaal terecht. Halloween maand, die staat erop. En geen zorgen, er komt nou geen eng iets in één keer tevoorschijn zoals ik heb gedaan in de laatste aflevering van de Windweker. Eventjes een tussendoor. Windweker wordt vandaag dus niet geüpload in verband met de special. Dus dat wil eventjes out of the way. En de Halloween komt er dus aan te gaan. Ik weet niet hoeveel horror maps komen. En waarschijnlijk zou ik dus zeg maar die weer samen met Wilco gaan doen. Er kunnen er een paar bij komen. Als ik over Wilco praat, praat ik natuurlijk over niemand minder dan de Towler Gaming. En ik heb ook heel veel vragen gehad over Mario Kart 8, of ik Mario Kart 8 een keer wil doen. En dat is juist het leuke, ik doe al, ik weet niet hoeveel weken ondertussen Mario Kart 8 mee. Alleen de uploads daarvan die komen dus zeg maar op de Towler's kanaal. En dat is zeg maar een project van hem. Dus daarom, voor de mensen die willen weten of ik inderdaad Mario Kart 8 doe, ja ik doe ze. Nogmaals, je kunt hierachter zien het allemaal al, klik erop en je komt automatisch bij de video's. Dus sowieso heel erg bedankt voor de support die jullie me nu hebben gegeven. Hopelijk halen we de 3000, wie weet misschien 5000, misschien 10.000.
Als jullie maar één ding weten, ik zal altijd mezelf blijven en ik ga zoveel mogelijk mijn best doen om alle reacties die ik binnenkrijg gewoon nog altijd te lezen. En natuurlijk heb je vragen en opmerkingen, kun je ze altijd in de reacties plaatsen. Wil je een fanart sturen, dan kan dat via de inbox via YouTube of je kunt naar de Facebookpagina van Zelda Play 20. De link staat in de beschrijving hier ergens. Dus daar kun je dan ook altijd naartoe. Twitter kun je met een... Je kunt me altijd op benaderen op Twitter inderdaad. Dus er zijn genoeg manieren om mij te benaderen. Ook zeg maar privé. Privé zou ik via Facebook doen. Dat werkt makkelijk tenminste. Dat heb ik van heel veel gehoord. Ik ben niet zo bekend met die sociale media. Zut. YouTube werkt ook best wel goed, denk ik. Ik zou het niet weten. Lekker belangrijk. Maar fanart, persoonlijke vragen, opmerkingen, weet ik het allemaal nog meer. Dat kan allemaal zeg maar. De links daarvan die staan in de beschrijving. Dus ja, mocht je daar nog vragen over hebben, kan dat hier ook in de reactie. Sowieso iedereen heel erg bedankt voor alle felicitaties die we op dit moment hebben gehad. Ik heb in de vorige aflevering van gisteren geloof ik weet niet hoeveel felicitaties gehad. En ik blijf er maar over doorranten. Ik vind het gewoon zo gaaf hoe dat, ook al doe je het in je eigen taal, dat er gewoon... Ook al, ja, Nederland is vergeleken met de wereld een heel klein landje. En dat ik dan gewoon toch 2000 man blij maak met mijn video's. Ja, ik ben ook zeker niet van plan om te stoppen. Maak je daar maar geen zorgen over. Dus, nou, in ieder geval, nogmaals voor de mensen die het willen weten. Achter me, daar heb je dus zeg maar de speciale video. Ik heb er eentje gemaakt. Funny Moments. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En morgen gaan we natuurlijk verder met de Windweker in HD. En nee, er komt hier geen counter bij. Maar ik hoop jullie allemaal natuurlijk te zien in de volgende video's. En nogmaals, heel erg bedankt voor het support. Zonder jullie was ik nooit zo ver gekomen en had ik waarschijnlijk nooit deze studio zo ver gebouwd als dat hij nu is. Dus heel erg bedankt voor de support. En laten we nog maar heel veel jaren lol hebben met Let's Play, want ik ben nog langer na niet klaar. Dit was Zelda Play 20 en ik hoop jullie te zien in ja, andere video's. En natuurlijk ook bij de Taulus zijn kanaal, want hij is gewoon echt ook een hele goede YouTuber. En hij is ook heel erg leuk om mee samen te werken. Dus ik heb echt heel veel lol met hem. Dus in ieder geval bedankt. Ja, ik blijf me doorgaan trekken. Ik zal maar eens op. Dus doei!